Hallo allemaal, welkom bij Hallo. weer een nieuwe vlog. Deze vlog is net eventjes wat anders dan wat jullie van ons gewend zijn. Wij gaan jullie even meenemen in de afgelopen periode. Dus eigenlijk de periode voorafgaand aan de sleuteloverdracht van onze woning in Övekalix. Daar zijn wij nu. Wij zijn inmiddels gesetteld. Wij wonen in Zweden. Wij zitten in ons huis. En we gaan jullie even een kleine terugblik geven over hoe wij de periode daarvoor en nog in Nederland hebben ervaren met vrienden en familie. De voorbereidingen voor de emigratie. Dus heel veel kijkplezier. Heb je nog wat toe te voegen? Nee, eigenlijk niet. Nee, hè? We zijn een beetje moe. Maar we hebben super veel zin om jullie alles te laten zien. Dus. Goedemorgen, het is vandaag 7 augustus, maandag 7 augustus. Ik ben onderweg naar Assen. Ik ga ons jongste bij laten schrijven een trouwboekje en internationaal geboortebewijs aanvragen bij de gemeente Assen. Dus ik neem jullie even mee. Ja, wij zijn aangekomen in Assen. Autootje geparkeerd. Mochten we even lenen van mijn zus. En ga nu naar het stadhuis. Ook weer afgevinkt. Uittreksel is binnen, ze is bijgeschreven. Dus we kunnen weer naar Koevoorde. Nou, dat was nog even een dingetje. Ik had die van Sterren en Sterren was bijgeschreven. En ik had de geboorteakte van Sterren. En toen dacht ik van... En toen was ik bij de parkeergarage, ik had een kaartje betaald voor de parkeergarage. En toen dacht ik, oh jee, ik moet die van boven ook. Dus ik snel terug, ik was al een uur te vroeg. Dus hadden al tijd voor mij gemaakt en moesten ze nu weer tijd voor mij maken. Of moesten, maar ze wilden tijd voor mij maken. Dus dat is al lof aan de gemeente Assen, burgerzaken. Dus ze hielp me weer en toen uiteindelijk heb ik nu alles in de pocket wat we nodig zijn. Voor aan papierwerk uit Nederland voor de emigratie naar Zweden. Daar zijn we weer. Goedemorgen. Een hele andere setting, ander huis. We zijn verhuisd 2 dagen geleden naar het huis van jouw zus. Van mijn zus en zwager. Ja, die zijn lekker op vakantie en wij hebben hun huis ter beschikking gesteld gekregen om lekker even te genieten met ons als gezin. Even de ruimte te hebben, wat dingen te regelen nog vanuit hier en wat dichterbij de rest van jouw familie ook te zijn. Op een oma, andere oma, mijn ouders. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook de bedoeling van deze week hier nog. Lekker genieten met familie en vrienden. Ja. Gisteren vrienden op bezoek gehad. Vanavond heel gezellig. Een etentje met andere vrienden. Ja. Dus druk. Heel druk. Ja. En we gaan zometeen de auto ophalen. Ja! Die is klaar. Yes! We hebben net gebeld dat hij opgehaald kan worden. Dus, ja, echt heel veel zin in. Jij gaat met je vader, hè? Je vader maakt jou even heen. Ja. En Sterren ligt op bed, dus ik blijf hier met de meisjes. En dan mag ik vanmiddag een stukje rijden. Ja. Maar we gaan hem zo meteen laten zien. Je mag nog lang genoeg rijden. Naar Zweden straks. Gelukkig. Wij zijn aangekomen bij Van Leeuwen. De auto al even hier staan. Die staat klaar om meegenomen te worden. Nog even de financiën regelen en dan kunnen we rijden. Nou, lekker. Jeroen is de auto aan het ophalen en ik zit hier thuis bij de kindjes en ik wilde het geld overzetten om de auto te kunnen betalen. Ik lach wel, maar ik huil eigenlijk diep van binnen. Storing op de Rabobank app en met de transacties die nodig zijn. Dus dat betekent dat wij, ook al hadden we het geld al op de goede rekening staan, de transactie niet gedaan had kunnen worden. Dus Jeroen staat er nu bij de autogarage. Echt zo'n gezeik. Het zit ook niet mee daarin. Het is elke keer is er wel iets en we waren zo blij. En we weten dat we hem wel uiteindelijk dan, als die storing is opgelost, alsnog op kunnen halen. Maar ja, wij willen hem het liefst zo snel mogelijk. Dan kunnen we ook gaan passen en meten wat er allemaal in de auto kan. En of we extra spullen nodig hebben. Of extra ruimte mee moeten nemen. Als in een bagagebak of een car. Om onze spullen over te brengen richting Zweden. Maar ja, tot zover de update.
En daar is hij hoor. Hij staat bij huis, of nou ja, bij ons tijdelijke verblijf. Onze auto. Ja. Het is gelukt. Even poetsen nog een beetje. Ja. Eventjes wat dingetjes opgehaald nog. Zodat we radio kunnen luisteren via onze telefoon met Spotify. FM-transmitter. Dat ja. Het is natuurlijk niet een hele jonge auto. Nee. Maar hij voldoet wel aan al onze wensen. Ja. Dus althans wat wij belangrijk vinden. Ja. Perfect. Ja. Even een klein beetje poetsen. Nog even stofzuigen heeft Jeroen gedaan. Dus een aantal dingetjes opgehaald. En dan gaan we hem klaarmaken om mee te nemen naar Zweden. Daar zijn we weer. Het is al even een tijdje geleden. Maar we zijn inmiddels weer terug bij mijn ouders. Op een bijna lege kamer. Kijk maar. Dat stond vol met dozen. Die zijn inmiddels al langzamerhand in de auto aan het gaan. Kijken wat lukt, wat niet lukt om mee te nemen. Kijken wat mijn ouders nog mee kunnen nemen met de camper. Dus het is flink ruimer geblazen. Wat ik ook nog even wilde vertellen is dat we geshopt hebben bij Baby Natura. Hele tas vol met wollen items. Kleding gemaakt van wol en zijde. Super lang warmteregulerend. Heel goed voor de komende winter. En die ga ik jullie nog eventjes laten zien. Die houden jullie van mij te goed, want ik ga ze nu inpakken. Maar jullie zien ze zeker weten terug in de komende vlog. Nou waren we vanmiddag aan het inpakken geslagen. En toen dachten we, ja, het werd al krap. We kwamen tot de ontdekking dat het toch niet ging passen. En toen hebben Jeroen en Bert een bagagewagen. Nou, het is eigenlijk gewoon een vouwwagen op de kop getikt. Waar ze de tent dus uit gaan halen. En dat zorgt ervoor dat we gewoon alles mee kunnen nemen. Alles wat we hier anders eerst achter zouden laten en pas later zouden meenemen. Als we hier weer een keer zouden zijn. Of wat mee zou gaan met mama Bert in de camper. Maar nu kan gewoon alles mee, want dit geeft zoveel extra ruimte. Plus die dakkoffer. Echt op. Dus we zijn bezig om hem klaar te maken om voor ons gebruik. Echt super tof en handig. Het is inmiddels 9:30. De heren hebben de bak leeggehaald, dus de vouwwagen is helemaal leeg. Dus het is nou gewoon één groot aanhanger. Zo, ik loop net de trap omhoog. Maar de meiden konden niet slapen van spanning. Ze weten dat we morgen weggaan. Dus ze mochten voor mij nog een boekje lezen. En eventjes spelen. Gewoon even lekker kalm worden. Even hun gedachten verzetten. En kijk dit. Ze zeiden dat ze niet gingen slapen. De dames in diepe rust. Top, we gaan wij nog even verder inpakken. En toen was er een grote aanhanger. Wat een ruimte. Dit is wat er uitkwam. Wat matrassen, de tent natuurlijk, een hele hoop stokken. Kan je nou goed zien, het is een beetje donker, maar daar liggen ze. En wij hebben zo genoeg ruimte om alles mee te nemen. Dus top geregeld, jongeman. Jonge heren eigenlijk. Ja, goed gedaan, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Het is inmiddels dinsdag, vertrekdag. Vanavond gaan we rijden. Nou, we zitten nu al in de auto. Oh, ik zal even mijn gordel omdoen. We gaan nu eventjes een ritje maken naar de kringloopwinkel. Wat spulletjes hebben we uitgezocht, wat we naar de kringloop gaan brengen. Gisteren al wat weggebracht in de kledingbakken nog, wat ik allemaal had uitgezocht. Waar gaan we nog meer heen? Apotheek. We gaan eventjes wat medicatie ophalen
van Jeroen en van Sterren nog voor de komende periode. Dat we in ieder geval vooruit kunnen totdat alles daar geregeld is. En daarna straks nog naar de stort. Ja. Om wat dingen weg te brengen. De tent natuurlijk die gisteren uit de, uit de vouwwagenbak is gekomen. En nog wat andere spulletjes. En dan hebben we alles opgeruimd. Ik heb de kamers alweer schoongemaakt. Bedden afgehaald. Laatst was het in de machine bij mama. En dan is het een kwestie van de auto vullen. Want de wagen is dus al helemaal volgeladen. Dan is het een kwestie van de auto vullen. En dan gaan we nog eventjes naar... mijn ouders. Wij hebben er zin in! Helaas voor de kringloop. Het waren hele mooie spullen. Was de goede ontvangst van de kringloop gesloten. In verband met vakantie, denken we. We zijn nu bij de apotheek. We gaan even de laatste medicatie ophalen, zoals we hadden gezegd. En dan terug naar huis. Auto volladen. Auto's volladen. Ik ga de auto van mijn schoonmoeder volladen met spullen die naar de stort kunnen. En even kijken. Deze auto gaan we volladen met spullen die nog mee moeten. Zo. Lading gehaald? Ja. Koolzalf, je bloeddrukpillen en hormoonzalf. Top. Ja. In de pocket. De wagen is volgeladen. Het zijn nog wat spulletjes die kunnen nog even in de dakkoffer. Jeroen is bezig om de fietsendrager te monteren. En deze wagen is eigenlijk zo goed als leeg. Wat jasjes liggen er. Maar die moet nog gevuld worden met de laatste spullen die nog binnen staan. De rest hebben we in de auto van mama Bert gestouwd. Dit wat hierin zit allemaal. De resterende delen van de vouwwagen met andere troep. Gaat naar de stort. Is ook helemaal vol. Je kan het helemaal niet zien. Je ziet alleen maar de huizen achter mij. Maar goed. Dat gaat dus nog weggebracht worden. En dan zijn we bijna zover. Oké, het is zover. Hoe laat is het inmiddels? Het is 2:30. Het is 2:30. Deze dag hebben we echt nodig gehad nog om alles op te ruimen. En weg te brengen, weg te gooien. Auto volgeladen is echt volgeladen. De car is volgeladen. Dakkoffer zit vol. De fietsen van de meiden zijn mee. Dus wij zijn klaar om te vertrekken naar andere opa en oma. Ja, daar eten we nog even. Doen wij nog even een tukkie voordat we gaan beginnen. Ja, voordat we aan onze reis gaan beginnen. En dan, ja, dat was het eigenlijk. We gaan even afscheid nemen van oma. Maar die zien we over 3 weken ook alweer met opa. Ja. Want dan komen ze ons op zoek met de camper. Dus het is even een kort afscheid. Even bedanken voor de tijd hier. Want we zijn er natuurlijk afgelopen weekend weer geweest. Dus weer hadden ze weer een huis vol. Allemaal feestjes. Maar super gezellig. Check nog even de laatste dingen hier in huis. En dan let's go. En we zijn onderweg. Het is inmiddels 9:45. Iets later dan gepland. Maar alles erin. Afscheid genomen van de familie van Jeroens kant nog vandaag. En nu zijn we allemaal ingepakt. En we zijn er klaar voor om te gaan. We hebben in eerste instantie genavigeerd naar Malmö. Want dat is de eerste plek in Zweden waar je aankomt. En we gaan even kijken hoe ver we komen. Dus... Yay! Ja, ja. Wij zijn gearriveerd in ons nieuwe thuisland. En ja, je ziet het goed. Ik zit een keer in die achterstuur. Deze rijdt. Goedemiddag, daar zijn we weer. Gearriveerd in het mooie Zweden weer. Echt, echt zo fijn om weer thuis te zijn. Ja, het voelt gewoon goed. We zijn nu in het plaatsje Jönköping. Als ik het goed uitspreek. Net onder de twee grote meren van Zweden. Onderin nog onder Stockholm. Maar we hadden lang genoeg gereisd. We zijn natuurlijk gisteravond overtrokken. Dus we waren helemaal gaar. Lekker allemaal even lekker gedoucht. Dus we zijn weer allemaal fris en fruitig. En we hebben eigenlijk niet zo heel veel zin meer om iets te doen. Dus die meiden zitten even lekker wat te eten voor de televisie. Ik zal jullie even het huisje laten zien waar we vanavond in slapen. Morgenochtend hebben we ontbijt. Zal ik ook even laten zien waar dat straks is. Ja, dat is het eigenlijk voor nu. Verder gaan we een lekker rustig avondje houden vanavond. Hier slapen de meisjes vanavond. Een stapelbed. En Sterre is al omgekukeld. Die zat bij mij op schoot. Het is echt net 5:00.
Maar ze viel in slaap. We konden haar de slaapzak aandoen en ze werd er eigenlijk helemaal niet wakker van. En we hebben haar zo weg kunnen leggen. Het campingbedje is van de camping hier. Dus ons eigen spul ligt gewoon in de auto. Maar super fijn plekje zo. Kunnen meisjes mooi slapen. Dit is dan de binnenkomst. Meisjes zijn een filmpje aan het kijken. Maar dit zijn de bedden voor Jeroen en mij. Die zijn eigenlijk in de woonkamer. Maar ja, prima. Voldoet. Prima voor één nachtje. En ook wel voor meerdere nachtjes trouwens. Jeroen is even lekker aan het socializen. En de meisjes kijken Dora op Netflix. Lekker even chillen. Ze zijn al lekker in de pyjama. Lekker schoon. We hebben net even hier bij het winkeltje wat gehaald. Beetje broodjes, wat chipjes en wat drinken. En ja, dit wilde ik jullie ook even laten zien. De keuken. Zoals die er hierin zit, het keukenblok. Vinden wij echt super tof. Dus wij kunnen flink inspiratie op doen voor onze gastenverblijfjes. Het is nou even een rommeltje. We hebben alles daar even neergegooid. Maar het idee is toch super leuk. Heel cute. En dan hebben we ook nog een badkamer. Daar hebben we ook al flink gebruik van gemaakt. Gedoucht. Is klein, maar fijn. Beetje gedateerd. Maar alles wat je nodig hebt zit erin. De douche is lekker, hè? De douche is prima. Het is niet heel groot, maar de douche is prima. Hij voldoet prima. De camping zijn trouwens meerdere speeltuinen, toiletgebouwen, bijgebouwen. Maar goed, die speeltuinen zal ik even laten voor wat het is. Die hebben jullie de laatste tijd genoeg van ons gezien. De kinderen hebben er wel lekker gespeeld trouwens. Het is ook prachtig weer. De temperatuurmeter zijn graad of 20, maar nou, het voelt eerlijk gezegd wel iets warmer. Het zonnetje schijnt, dus dat is altijd goed. Al gaan we er niet meer zo heel veel mee doen. Wij gaan vanavond lekker op tijd op bed tegelijk met de meisjes. Morgen op tijd op, zodat we weer een stuk verder kunnen rijden. Want we hebben vanaf hier nog 15 uur te gaan. Totdat we in Övekalix zijn. Dus we mogen nog eventjes. Maar wel zin in. En we zijn weer onderweg. Onderweg vandaag richting ergens ter hoogte van Umeå. Als ik het goed zeg. Rit van om en nabij de 8 uur. Op de planning, zegt hij in totaal. Dus dan zouden we zonder stops. Dus we zijn nog wel eventjes onderweg in de auto. Maar goed, dat maakt niet uit. Vannacht heeft eigenlijk iedereen wel redelijk oké geslapen. Het duurde even voordat Ster in slaap kwam. Want hij was in eerste instantie heel snel in slaap gevallen. Maar toen hij vervolgens weer in slaap viel, was het pas een uur of 10 weer. Maar goed, verder wel de nacht doorgeslapen. Dus dat is helemaal top. Dus we zijn enigszins bijgekomen van de nacht daarvoor. Want daar hadden wij natuurlijk een nachtje doorgehaald. Die meiden hebben wel prima geslapen trouwens in de auto onderweg toen. Maar ja, het is wat het is. We zijn nu langs het meer aan het rijden van Jönköping. Prachtige omgeving ook hier weer. En we nemen jullie mee vandaag deze rit. We gaan zien wat de dag ons brengt. Hey, hey! Even een kleine update, korte update moet ik zeggen. We zijn inmiddels een uurtje verwijderd van onze volgende slaapplek. En dan moeten we morgen nog steeds dezelfde lange dag. Maar geeft niks. We zijn even toe aan ons avondeten. En dat doen we eventjes langs de kant van de weg bij een wegrestaurant. En wat hebben ze hier? Pizza! Pizza! En sushi. Pizza! Ja, pizza hè. Het was etenstijd, dus dat hebben we mooi gegeten voordat we in het huisje aankomen. Want we hebben verder niet echt boodschappen bij ons. Dus dan kunnen we straks in het huisje lekker klaarmaken voor bed. En dan gaan we er allemaal weer op tijd in om morgen vroeg weer op tijd te kunnen vertrekken. Dat is de laatste reisdag en dan zijn we in een huisje vlak bij ons huis. Tot zondag, totdat we de sleutel krijgen. Dus wij gaan even lekker eten. Dus tot later. Goedemorgen deze morgen, oftewel god moron. We zijn weer wakker geworden op een prachtige plek. Ik zal hem eerst even laten zien. En dan zal ik je vertellen even hoe gisteravond is gegaan. Of hoe gisteren eigenlijk de hele dag is gegaan. Goed morgen. Check it out.
Wat een uitzicht, hè? Echt niet normaal. Maar gisteravond kwamen we hier aan. We hadden er een rit op zitten van 8:30 's morgens tot 8:30, denk ik dat het was. Met pauzes erbij uiteraard. En toen kwamen we hier aan en toen moesten we zo'n grindbergweggetje omhoog. En toen stonden we vast. We slipten met de auto, ondanks onze 4x4. We weten nog niet helemaal hoe het werkt. Ja, het is gewoon automatisch 4x4. Dus. Oh, nou. Ik denk dat wij gewoon een beetje zwaar zijn, ook met aanhangen. Ja, we zijn ook helemaal volgeladen natuurlijk. En het was heel los, zeg maar, de greffel. Ja, het had hier natuurlijk heel veel geregend. Dus de weg was niet meer in hele goede conditie. Je zag ook echt van die watersporen, zeg maar. Maar goed, we kwamen dus vast te zitten met onze aanhanger erachter. Die ondertussen losgekoppeld. Toen stonden we helemaal scheef op de weg. En toen dachten we eigenlijk allebei van, en nu? Ja, we stonden echt met een wiel op de afgrond, hè. Het was nogal een stukje naar beneden. Ja, het was echt wel even spannend. En dan heb je er een hele dag op zitten. Die kinderen waren er helemaal flauw van. We hebben daarom gisteren ook niks meer gefilmd. We waren blij dat we bij het huisje waren. We hebben eigenlijk iedereen klaargemaakt voor bed. En we zijn allemaal op bed gegaan. Want we waren echt dus helemaal kapot. Maar goed, moraal van het verhaal. Uiteindelijk waren we dus aangekomen bij het huisje. Toen bleek dat er geen beddengoed was, geen handdoeken. Ik heb er ook helemaal niet naar gekeken. Dus dat zal ook allemaal wel beschreven zijn. Maar ik heb er dus niet naar gekeken. Dat was in het vorige huisje wel. Hier dus niet. Dus toen konden we de aanhanger nog leeghalen met ons eigen beddengoed. Gelukkig hebben we dat mee. We hebben dan dus niet gedoucht. Dat doen we dan wel waar we vanavond aankomen. Het huisje is niet in allerbeste staat, maar goed, we hebben alles wat we nodig hadden, dat was er. En vooral een bed, dat was het belangrijkste. Nu zijn we ons aan het klaarmaken voor vertrek. De auto is alweer zo goed als ingepakt. Het is om en bij 8 uur. En we hebben er vandaag weer een rit van 8 uur, zonder pauzes dan, op zitten. Dus de laatste reisdag en dan zijn we in de buurt van ons huis. Dus we nemen jullie weer mee. Wij zijn terug voor een kleine tussenstop op een welbekende plek. Hier hebben we vlak voordat we het huis gingen kopen een nachtje overnacht. Toen waren we met de camper. Hier gingen we toen water halen. En aan die kant, daar is die speeltuin. Nog 60 kilometer en dan zijn we er. En Sterre heeft niet zo heel veel zin meer. Sterre is net wakker geworden. Dus ja, een klein stukje nog. En dan zijn we bij de camping, waar we 2 nachten zullen overnachten voordat we naar het huis gaan. Goedemorgen vanuit Zweden. Nou, we waren natuurlijk al in Zweden, maar we zijn nu vlak bij ons huis. Gistermiddag aangekomen, 5:00. Daarna gauw alles geïnstalleerd, bedjes gemaakt. Want we waren weer helemaal gaar. Nog steeds een beetje, dus we doen vandaag lekker rustig aan. Wel een aantal dingetjes op de planning. Voor vandaag dus, dat zal ik jullie zo laten zien. Ik zal jullie even laten zien waar we nu vertoeven. Kijk, dit is ons huisje. En ik ga jullie nu iets laten zien. En waarschijnlijk herkennen jullie dat wel vanuit een eerdere vlog. Check dit. Deze camping hebben jullie dus eerder gezien, want hier hebben we ook al gestaan met onze camper tijdens de aankoop van onze woning. Super vriendelijke eigenaar, die heeft ons toen ook heel erg geholpen. Heeft ons ook een telefoonnummer gegeven van de eigenaar van een aantal hotels hier in de regio. Waar we wellicht al aan het werk kunnen, om de pot weer een beetje te spekken. Super leuk contact, dus leuk om elkaar weer even te zien. Nou, en we zitten dus even in een huisje bij op de camping nu. Heel chill. Morgenmiddag om 2:00 krijgen we de sleutel. Dus het is nog eventjes gedeeld. En ondertussen, na een paar dagen met z'n allen in de auto, is het even tijd om de auto weer schoon te maken. We hebben hem even helemaal leeg gehaald. Alle spulletjes eruit, speelgoed eruit, papiertjes eruit. Gaan we hem even stofzuigen. En dan hoeven we dat in ieder geval morgen niet meer te doen. Want morgen is natuurlijk nog maar een klein stukje naar het huis. Maar dan staat hij er weer mooi bij. Oh ja, en hier is een wasmachine.
Dus ik ga eventjes de was van de afgelopen dagen ga ik hier wegdraaien. Kan ik mooi drogen in het zonnetje. Dan hebben we morgen als we aankomen bij het huis gewoon eigenlijk alleen maar het huis klaarmaken voor, om te kunnen slapen. Dus even wat bedden verslepen en wat spullen eruit te halen. En dan kunnen we op ons gemak alles inrichten zoals wij dat willen. En klaarmaken zoals wij dat willen. En onze spullen een plekje geven. Dus we nemen jullie mee in dat proces. En ik heb er nu al heel veel zin in. De dag is alweer bijna op een einde. En we hebben ons eigenlijk wel prima vermaakt. Eigenlijk lekker een beetje gechilled. Maar wat gaan we nu doen? Op de boot. Op de boot. Op de boot. Mijn eerste ervaring op de boot was op zee. In de Oceaan. Ja, op de Atlantische Oceaan. Dat is heel wat anders dan nu. We gaan nu een stukje varen op het meer hier voor de camping met de boot van de eigenaar. Dus de meiden hebben een zwemvestje aan. En we gaan. Kinderen zijn echt niet meer rustig te krijgen. Ze breken de hele tent af hier. Het is niet eens van ons. Nou, nee, ze breken niet de tent af. Maar ze zijn wel heel wild. Ze willen niet naar buiten. Ze zijn super enthousiast. En ze hebben helemaal kriebel in de buik, zeggen ze, om morgen het huis te gaan zien. En daar te kunnen gaan wonen. Maar is deze dag al voorbij? Hoe lang moeten we nog? Een uurtje. Help. Vandaag is D-Day. Vandaag is het de dag van de sleuteloverdracht. En we hebben er zin in. Die kinderen die hebben we gisteren op tijd op bed kunnen krijgen. Dus dat was super fijn. Want het was echt even... We waren gewoon nog moe van de reis. En de kinderen eigenlijk ook. Maar daarentegen waren de kinderen ook heel excited. Voor dat we vandaag naar het huis gaan. Dus ze waren en heel moe. En heel druk. Dus dat was wel een beetje lastig. Maar goed, het is allemaal gelukt. Ze zijn goed gaan slapen. Ze zeiden wel net, mam, ik heb heel veel wallen onder mijn ogen. Jij ook. Toen dacht ik heb me net opgemaakt. Ik hoop dat ze een beetje meevalt. Maar het is niet anders. Hoort er ook een beetje bij. Wij gaan lekker nog even vliegen met de drone. Even mooie beelden maken hier bij de camping. Ons verder klaarmaken, auto verder inpakken. En dat was het eigenlijk. Dus tot straks bij ons nieuwe huis. Het is zover. Het is nu ongeveer 2:30 en we zijn onderweg naar het huis. We hebben er echt enorm veel zin in. De meiden ook. We zijn er helemaal klaar voor. Alles weer ingepakt. Dus spannend.